De regering Santokki-Brunswijk wil een corruptievrije samenleving. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokki gisteren in het parlement aan nadat diverse leden kritiek hadden geleverd op de wijze waarop de regering de corruptie, met name bij de SLM, aanpakt. De president zegt dat corruptie niet alleen door de regering aangepakt kan worden. Volgens hem kan dat slechts aangepakt worden door gedeelde verantwoordelijkheid, collectieve inspanning en bewustwording bij de samenleving. Hiervoor moeten de waarden en normen binnen de samenleving versterkt worden. Dat we hier in Suriname weer gaan leven in een land waar rechtsnormen de boventoon moeten gaan voeren, meneer voorzitter, en daar hebben we een collectieve verantwoordelijkheid. En dat is wat ik vraag vanuit deze plaats naar de totale samenleving. Laten we ons als goede Surinamers opstellen. Laten we een bijdrage leveren aan de verhoging van onze waarden en normen. Met betrokkenheid van alle organisaties. Private organisaties, religieuze organisaties, culturele organisaties. Maar ook regeringsautoriteiten. En laten we allemaal hier meer respect voor elkaar gaan hebben. Die Brumtjidjari, die nazi-Suriname die we nodig hebben. Dat moet niet begiftigd worden, meneer voorzitter. Niemand zal er mee gebaat zijn. Kook, zorgu, dianasi, sernang. Laten we onze Brumtjidjari goed voeden. En laten we daar waar het misgaat, gezamenlijk aanpakken. NDP-parlementariër Stephen Tsang is niet tevreden met de wijze waarop de zaken bij SLM zijn aangepakt. Hij meent dat de kwestie waarbij er heel veel geld is uitbetaald aan een consultant al lang bij de procureur-generaal had moeten zijn. Hij vindt het niet kunnen dat een presidentiële commissie onderzoek doet naar het gebeurde. Dat is volgens hem geen prudent beleid om corruptie aan te pakken. Waarom weer een zoveelste presidentiële commissie die onderzoek doet naar het zoveelste corruptieschandaal alvorens het naar de PG gaat? Het is pure inmenging en het lijken op doofpotcommissies. Waar zijn overigens de verslagen van die commissies? Ik eis dat er een onmiddellijk en onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek komt van de PG. De directeur en de prescom van SLM zijn lid van het crisisteam en zijn medeverantwoordelijk. Samen met de heer Pernod Bisesser moeten ze hangende het onderzoek al zijn ingesloten. Zoals bij de cases Hoefdraad van Trikt en Adin. Anders is het duidelijk sprake van politieke vervolging. Er moet tenminste al een uitreisverbod zijn. Ik eis dat er ook onderzoek komt bij de deviezencommissie waar de heer Bisesser de leiding van heeft. In de afgelopen 2 jaren hebben vele ondernemers een vergunning gekregen van de heer Bisesser om miljoenen euro's naar Miami te brengen om te wisselen. Het heeft veel weg van witwassen. En het gaat er mede voor zorgen dat we worden geblacklist. Schrijft u dat ook op zijn konto. Genoeg is genoeg als het prudent beleid was. Zoals steeds wordt beweerd, dan heeft de regering niks te verbergen. U moet ophouden met de presidentiële commissies, die onderzoekscommissies. Laat de onafhankelijke onderzoeken van de PG komen. Laat die verslagen komen. Laat het herstelplan van SLM eindelijk komen. Het vertrouwen is weg omdat er totaal geen transparantie is. En dat heeft de regering aan zichzelf te weten. Dank u. President Santokki haalde aan dat er niet op de regering gewacht moet worden om zaken door te geleiden naar de procureur-generaal. Hij wijst erop dat elk individu in de samenleving dat kan, ook de DNA-leden.